Hoewel men er altijd vanuit is gegaan dat Kenneth Sison het bij het rechte eind had en dat Heban Olavogela gewoon Oud-Nederlands is, werd dat recent nog in vraag gesteld. Enkele jaren geleden heeft Luc de Grauwe, een specialist van het Oud-Nederlands, een ophefmakend artikel geschreven. Hij stelt daarin dat in de 11e eeuw het kent en het West-Vlaams nog heel dicht bij elkaar lagen. Het gaat namelijk om dialecten langs de kusten van de Noordzee, die ook Ingwejoense dialecten worden genoemd. In de middeleeuwen lijken die nog sterk op elkaar. En hij stelde dan ook de vraag of Hebban Olavogela niet gewoon Oud-Kents en dus Oud-Engels zou kunnen zijn. Hij had volgende argument. Volgens de grauwe kwam Hebban wel degelijk voor in het Oud-Kents, in de buurt van Rochester, maar dan zouden we het versje Iets anders moeten vertalen, namelijk als toegegeven, alle vogels mogen dan al nesten begonnen zijn, maar ik en jij nog niet. Waarop wachten we? Die vertaling met een toegevende bijzin ligt eigenlijk niet zo ver van de klassieke vertaling. Volgens de grauwe kunnen de meeste woorden in heban vogala daarom gewoon al bekend zijn. Ook vanuit de paleografie is de laatste jaren naar hebben Olavogela gekeken. Dat is de studie van het middeleeuwse schrift. In de middeleeuwen verschilde het schrift heel sterk tussen regio's in Europa. En in Engeland werd bijvoorbeeld heel anders geschreven dan op het vasteland. Aan de hand van schriftkenmerken kunnen we de kopiisten van middeleeuwse teksten dus vrij goed lokaliseren. Erik Wakkel, een paleograaf uit Leiden, heeft enkele jaren geleden Hebban Olavogela bestudeert en hij kwam tot de volgende conclusie. De taal van het versje mag dan nog een onbesliste kwestie zijn. Volgens hem is het schrift van Hebban Olavogela heel duidelijk continentaal. Het moet dus gaan om iemand die op het vasteland en niet in Engeland heeft leren schrijven. En zo staan we opnieuw dichter natuurlijk bij de lage landen. Kwakkel heeft in deze context verwezen naar de bekende Battle of Hastings. In 1066 zou Willem de Veroveraar Engeland vanuit Normandië veroveren. En na die slag zijn heel wat mensen, onder wie veel kloosterlingen, van het vasteland naar Engeland verhuisd. Kwakkel stelde zich de vraag of we zo misschien kunnen verklaren dat er op dat moment een West-Vlaming zat te kopiëren in Rochester. Het klinkt volgens Quakkel dus heel aannemelijk dat de kopiëst van Hebban Olavogela, een West-Vlaming was die na de Battle of Hastings naar Rochester is verhuisd. Misschien is Heban Olavogela daarom een vlag uit een liefdeslied dat die scribent zich nog herinnerde uit zijn jeugd in de Vlaamse kuststreek. Als we de balans opmaken van het recente onderzoek kunnen we dus het volgende concluderen. Heban Olavogela is niet eenduidig middeleeuws West-Vlaams. Als het Vlaams is, is het een Vlaams dat ook Kentse kenmerken heeft en ook in Engeland goed begrijpbaar was. Het is goed mogelijk dat deze kopieist een Vlaamse migrant was die naar Engeland was verhuisd en daar zijn West-Vlaamse tongval probeerde aan te passen aan het lokale dialect. Hevan Olavogela was in dat opzicht niet alleen een probatio penai, een probeersel van de pen, maar misschien ook een probatio linguae, een probeersel, of experiment met de taal.